Door een misverstand is het schilderij op de vrijmarkt terechtgekomen. Dat had echt gewoon niet verkocht mogen worden. Astrid is gescheiden en haar dochter Amy was op Koningsdag bij haar vader. Samen met hem heeft ze spulletjes verkocht. De volgende dag, toen Astrid haar dochter ophaalde, ontdekte ze wat er was gebeurd. Toen vertelde ze dat ze een schilderij had verkocht met een witte lijst en een jonge dame erop. En ik dacht, nou, dat kan niet, die staat bij mij op zolder. Maar dat bleek niet zo te zijn. Na haar scheiding was het bij haar ex-man achtergebleven. Hij wist niet dat het schilderij van grote emotionele waarde was voor Astrid, evenals Amy. Ik was vooral verbaasd. Ik wist natuurlijk niet dat het van haar was. En ik dacht dan, waarom huilt ze eigenlijk? Dus, en toen zei ze dat erbij en toen dacht ik, oh... Dat betekende eigenlijk best wel heel veel voor me en dat voel ik wel heel, heel sterk. Ja. Ja, het raakt me nog steeds als ik erover praat, ja. Het schilderij kreeg Astrid van haar oud-tante en ze was er gelijk helemaal weg van. In ieder geval dat ranke figuurtje met die beetje dat afhangende schouders, dat beetje verlegen of zo, dat... Daar herken ik mezelf wel in. Amy stond op de vrijmarkt in Horen, tegenover het Centraal Station. En herinnert zich een klein beetje aan wie ze het heeft verkocht. Het waren er twee, maar volgens mij was het moeder en dochter. Ik hoop dat ze het aan mij wil teruggeven. Of althans, hè, waar ze het voor gekocht heeft. Het is voor €5 verkocht. Nou, dat krijgen ze natuurlijk terug. En een hele grote bos bloemen.